Hallo! Hallo! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Equitality. Wij gaan vandaag op concours. Ja. We gaan namelijk allebei een rondje 1,30 springen. Zeker, minstens. Nee, grapje. Het is vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. We zijn altijd slecht met dagen ook. Dam, 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 dam. 29. Het is iets van 2 uur of zo. 2 uur. Ja. 2 uur. Ik was hier al 2 uur geleden volgens mij. En nu gaan we nog even de restjes van gisteren, de overblijfselen, opnemen. Want we zijn een sketch aan het opnemen. Die komt eerder online dan deze video. Dus bekijk even de vorige video als je wil weten over welke sketch het gaat. Ja. En wat gaan we nog meer doen vandaag? Wij gaan, vandaag komt de dierenarts voor Fiesta. Omdat ze Fiesta elke keer zo bang is voor de beendruk. En het heel moeilijk vindt om te buigen als er iemand op zit. Wilden we in elk geval nog even laten kijken of ze niet last heeft van haar eierstokken of de hormonen. En de dierenarts die komt daar vandaag voor. Die gaat haar opvoelen en scannen. En dan gaan we kijken of er iets daar aan de hand is. En of we daar dan wat aan kunnen doen. Ja, ik ben heel benieuwd ook. Ja, ik ook. En we moeten natuurlijk even kijken of dat allemaal veilig kan. Want ik heb geen idee of Fiesta eerder opgevoeld is. Ze heeft in elk geval nooit een veulentje gehad. Maar niet elk paard vindt het natuurlijk leuk als er opeens een arm ergens ingaat. Ik vind het ook niet heel fijn. Nee. Dus we moeten even kijken of ze dat accepteert. Fiesta is verder natuurlijk wel heel gemakkelijk met alles eigenlijk. Dus. En we gaan deze vlog ook een beetje combineren met morgen. Want morgen gaan we namelijk ruim wegbrengen. Want ruimsel is verkocht. Ruin heeft wel een heel fijn nieuw plekje gekregen. Ja. Dus daar gaan we morgen naartoe. Dan gaan we hem wegbrengen en dan kunnen we in elk geval nog even zien waar hij terecht komt. Ja, en we gaan zo meteen vanmiddag, als we alles hebben gedaan, ook nog even bij Ruin langs om hem een beetje te pimpen voor morgen. Want dat is wel zo. Nog even afscheid van hem te nemen en nog even leuk doen. Ja, ja, dus blijf kijken. Ja. Daar is ze dan, het slachtoffer. We gaan even Roos poetsen. En oh. 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 En zo. Opzadelen. En dan gaan we nog even voor de sketches de rijscènes opnemen. Ah. Nou. We hebben het een beetje verdeeld. Dus wat hebben we precies verdeeld? De scènes opnemen. Oh, ja. En vandaag gaan we de rijscènes opnemen. En als straks de dierenarts komt. De dierenarts. De Femke. Femke Louise. Dan gaan we dat even filmen. We kijken even hoe ver we komen. Maar de sketch moet ik vanavond nog editen. Dus hij moet vandaag wel af. Maar we gaan Rosie eventjes opzadelen. En ze vindt mij niet meer zo lief na gisteren. Oh, ze vindt jou nog steeds zo lief. Stop! Oh. Dit was niet de afspraak. Zal ik even helpen? Mag. Mag. Moet ik anders, de bandageuren. De bandages. Heeft ze tegen u gesproken dat ze dat wil? Nou, Roos is bijna gepimpt. Kijk. De bandages. En de dek. De dek. Ik had het dekje al gekocht in de video van dat we naar de Divoza gingen. Maar de bandages heb ik bij de Applejack besteld, want daar was korting.
mijn vriendin. Iemand mist Rosie. Doe eens even gewoon. We zijn heel normaal gebleven. Let it out. Oh mijn god. Hoeveel kan daar uitkomen? Dat kan toch. Dit is toch een keer op, of niet? Dit doet hij al een paar weken dat hij hier bijt. Maar je had hier een schimmel, dus ik dacht eerst na. Ja. Dat boeit allemaal niet zo heel veel. Maar hij blijft. Ja, het is allemaal wit geworden. Ja. Al die plekken. Ja. En, maar het blijft, zeg maar, ze blijft hier bijten. Maar ik zie nou ook overdag beide kanten dat ze dat. Want ik dacht eerst dat schimmel, en toen ging ik haar opzadelen. En ik denk, nou, misschien vindt ze het zadel vervelend of weet ik wat. Maar met lopen, ze wil ook eigenlijk alleen rechtuit. Als het buiging wordt, dan wordt ze een beetje spastisch. Ja, ja. Oh, dames. Ja, zij is ook al 5 jaar niet meer hamster geweest, maar het begint een soort van. Nu ineens weer. Ja, niet ziek. Die kan dat helemaal niet. Jawel. Ja, even stukken kijken. Maar daarom dacht ik inderdaad, kan het met rijden zo ook, dat ze dan de benen lopen en zo wel, niet, ja toch? Ja, dat kan wel, ja. Zet hem uit de stal, hè. Dat is meer dat soort dingen niet zo leuk. Nee, precies. Ja, dat is altijd heel leuk. Oh nee. Roos. Wil je Roos achteruit? Hallo. Ja, nog meer achteruit. Ja, dat valt even hoor. Ja, goed zo. Nog een stapje. Ja. Goed zo. Nog één. Ja. Ja, super. Braaf. Goed zo. Goed hoor. Hartstikke braaf. Oeh, ja, eng. Oeh, eng. Goed zo. Braaf. Goed zo. Als hij nog één stap achteruit kan, zou het een heel mooi. Ja, zo. Ja. Braaf. Goed zo, Marie. Hartstikke braaf. Ik ruik het wel. Ik kan toch niet helemaal mee om hem zo te sturen. Zo is braaf meisje. Goed zo. Maak je scheppen met je kont vol met stront. Goed zo. Dat is braaf. Goed scheppen. Als je nog iets achteruit wil, zou het fijn zijn. Ik sta ongeveer boven hem. Ja, goed zo. Dat is braaf. Super. Maar dat lijkt dan het meest op het kiest dat de eierstokken, want dan kan ook een baarmoeder De baarmoeder ziet er ook wel hekstig uit. Er zit gewoon echt vocht in de baarmoeder. Ja. De baarmoedermond voelt nog niet heel hekstig, maar de baarmoeder zelf is wel vochtig. De eierstokken bekijken. De eierstokken zoeken. Te beginnen. Ik zoek mijn eierstok. Dat lukt de ene keer makkelijker dan de andere keer. Ga je over mijn hand heen persen. Dit is de baarmoeder naar bovenin. En je ziet dat daar een beetje zo'n soort sinaasappelschil, een doorgesneden sinaasappeltje een beetje. Nou, dat betekent dat er vocht in zit. En dat is eigenlijk alleen bij hengstige baarmoeders zo. Dan denk je, oh, dat is een eierstok, maar nee hoor. Dat is een mestbal. Ja, links zit een hele grote kieste. Zie je dat hier? Het is misschien niet het mooiste beeld, maar een heel groot zwarte. Dat is een eicel en die is veel te groot. En die maakt dus continu oestrogeen. En oestrogeen is het hengstigheidshormoon. Oké. Okay. Ja. Dit is af, dat ei moet eraf en dan moet hij daarna weer normaal cyclisch worden. En dan wordt dat gedrag, gewoon haar hele gedrag, ook veranderd dat meestal. Als dit het oorzaak is, ja, dan kan dat wel. Ja. Ja. Ze kunnen hier ook zeggen echt dat ze een beetje kramperig en slecht kunnen buigen. Zeker. Geïrriteerd op het been. Ja, precies. Ja. En dat ze de hele tijd zo'n beetje naar achter hapt en zo, dat kan hier allemaal. Ja, kan als ze echt last van hebben. Sommige mensen hebben er ook echt last van. Ja. Helemaal, dan zie je inderdaad dat ze eruit zouden worden. Dat ze dan weer beginnen vanuit aan de oesters te komen naar de goede cyclus gaan. Ja.
Het kan zijn dat zo'n ei dan nog even blijft hangen eigenlijk. En eigenlijk wat er gebeurt is, het springt niet het ei. Dus het blijft er op die eierstok hangen. En dat kan een beetje in het begin van het seizoen, van het voorjaar, kan dat wel voorkomen. Nou, ik ga hem even helpen, want hij is een normaal ziekief. En als dat, lost ze dat zelf ook wel eens op? Gaat hij dan een poosje ook wel weer af? Ja, dat kan wel, ja. En als dat niet gebeurt, dan wordt dat steeds erger? Dan blijft hij in deze, dan is hij eigenlijk altijd hengstig. Want zo'n ei, zo'n follikel produceert oestrogenen. En oestrogeen maakt dat ze het hengstigheidsgedrag laten zien. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dan blijft hij een beetje zo stil hangen in die, terwijl die eigenlijk modus. Ja, precies, elke 3 weken netjes cyclisch moet zijn. Nou, Femke is net geweest. Dat is onze dierenarts, mijn collega waar ik ook veel mee samenwerk als ik gebitsbehandelingen doe. En ik heb Femke gevraagd of zij Fiesta kon opvoelen, scannen. Kon scannen. Want ik vond haar gedrag een beetje veranderen. En ze stond eerder natuurlijk in pension bij Holzik. En dan zie je haar gewoon alleen als je gaat draaien of als je op stal bent. Maar nu zie ik haar de hele dag eigenlijk in de tuin staan en kan ik haar veel beter in de gaten houden. En nou vielen bepaalde dingetjes vielen me heel erg op. Dat ze dus bijvoorbeeld al heel erg lang hengstig is. Dat ze vaak hengstig is, want ze was bij Holzik ook al wel eens hengstig geweest. En dat ze altijd net een beetje met staart in de lucht staat. Dat ze een beetje de benen iets wijder heeft staan achter. Even denken hoor, deze nog meer. Oh ja, ze heeft ook heel vaak net een beetje jeuk achter waar normaal de singel zit. Dus waar ik normaal mijn benen aanleg. Maar dat viel me eigenlijk altijd op als ik haar ging opzadelen. Dus ik had dat een beetje aan elkaar gekoppeld. Dat ze gewoon die single misschien niet zo fijn vond. Of een beetje op die manier. Maar nu ik haar in de wei zie staan, ook overdag, valt het me op dat ze dat dus dan ook doet. Dat ze gewoon daar net een beetje jeuk heeft. Toen ik haar ophaalde, had ze daar schimmel. Dus in het begin dacht ik ook nog van, nou, misschien heeft ze gewoon nog een beetje jeuk daarvan. Maar dat is ook al lang genezen. Dus eigenlijk is het best wel een beetje gek dat ze dat nu nog steeds doet. En dus ik heb met Femke overlegd of er iets met haar aan de hand kon zijn. En nou ja, goed. Dus eigenlijk moesten we gewoon wat dingetjes uitsluiten. En dat was via de scan. Nou ja, en nou is dus gebleken dat ze een... Ja hoor. Dat ze een kieste op haar eierstok heeft. En dat betekent eigenlijk dat de eicel die daarop zit, die moet er normaal dus afgaan in een maandelijkse cyclus. Maar die is bij haar blijven zitten. En dat is een soort kieste geworden. En dat geeft dus voor het lichaam het signaal dat zij continu hengstig is. Dus ze heeft de hele tijd het gevoel dat ze hengstig is. En misschien ook wel krampen en daar last van. En voelt ze zich gewoon niet goed van. Eigenlijk net zoals dat bij mensen ook kan zijn. Alleen het blijft nu dus maar doorgaan. En daarom hebben we haar nu op een behandeling gezet. Nou, dat duurt waarschijnlijk iets van 2 weken. Om het lichaam weer een beetje op gang te helpen. En dat die eicel dus wel van de eierstok afkomt. Dan kan ze weer in haar normale cyclus mee. En dan, als het goed is, dan zou haar gedrag dus ook echt daar wel mee moeten veranderen. En het kan ook heel goed zijn dat ze daarom het rijden gewoon vervelend vindt. Want je hoort wel vaker van hengstige merries of pismerries. Dat die dus vervelend worden tijdens het rijden. Omdat ze gewoon eigenlijk de hele tijd een beetje kramp hebben en zich niet lekker voelen. Dus ik hoop echt ten zeerste dat dit misschien wel het probleem is waar we de hele tijd al mee zitten en dat het eigenlijk gewoon zo'n domme oplossing was. Maar goed, dat zien jullie volgende week of over 2 weken, dan weten we meer. Nou, ik ga zo even hier achter het hekje open doen. We hebben zo'n paadje achterlangs. We hebben aan de voorkant van ons huis een weiland en aan de achterkant van het huis een weiland. En daar hebben we een soort paadje achterlangs en dat was eigenlijk een paar jaar lang dicht gegroeid. Maar mijn vader heeft dat laatst weer helemaal gerepareerd en de buurman... Yo! Nou ja, goed, dat is dus net sinds 2 dagen weer gebruikt door de paarden en dat vinden ze echt geweldig. Dus we gaan even een stukje voor jullie filmen. Even het hekje openmaken. En dan moeten de dames even wachten. Hallo, jullie staan al heel gezellig te wachten. Willen jullie even aan de kant? Oké dan. Nou, Roos, doei. Daar gaan ze. Roos heeft geen haast meer vandaag. Ik ga even lopen, dus als het beeld een beetje wiebelt, dat klopt, want het loopt hier door een bospaadje. Nou kijk, dit is de tour door onze achtertuin. Speciaal voor de paarden. Zodat ze van de ene wei in de andere wei kunnen spelen. Och, ik ben nu al achter adem en ik ben pas halverwege dit pad. 20 meter afgelegd. En daar staan Peanut en Hero wel heel te wachten. Normaal rennen ze hier keihard doorheen, maar Roos is moe.
Nog niet, dus een paar dagen. Maar het gaat wel hoog. Pipi! Ga hier een kinder heen maken. Hi! Oh, lekker! Ja. Nou, we zijn eindelijk klaar met de... Sorry. Met de sketches en nu? Nu gaan we, wat? Weet ik niet. Nu gaan we opruimen. Opruimen, ja. En dan? En dan eten. En dan? En dan morgen heel vroeg opstaan. Hoe vroeg? 7:00. Want dan kunnen we Ruin nog even klaarmaken van vandaag niet meer redden. Ik ga morgenochtend nog even knuffelen met Ruin. Dat betekent dat ik nog eerder op moet staan? Ja. Nou, goeiemorgens. Het is weer hartstikke goed. Ik film bewust mijn gezicht even niet. Want er is iets gebeurd. Ik heb bouwt het kwam in zijn huis. En die hebben zand in Sanne's oortjes gestrooid. Nou, goedemorgen. Wij zijn illegaal bezig. We hebben de gordel niet om. Maar dat komt omdat we hoeveel meter moeten nog 20 meter moeten afleggen. En dan de trailer aankoppelen. Tam tam tam. Dan gaan we naar Ruins huis. En dan gaan we Ruin ophalen en inladen als het lukt. En dan gaan we naar Ruins nieuwe huis. Dus dat is ook nog wel een beetje spannend. Moeten of we dat nog lukt. Aangezien wij nog geen trailer gesponsord hebben gekregen. Gaat het allemaal een beetje stroef. Maar hey, beter iets dan niets. En de boyfriend heeft hem als laatste meegehad om te verhuizen. Dus ik vraag me af of hij alles eruit heeft gehaald. Ik hoop er nog een tapijtje in. Een tapijtje. Ik heb Ruin geluk vandaag. Ja, een leuk vloerkleedje. Waarom zitten er geen Equitality stickers op? Hij is schoon. Ja, geen Equitality stickers. Zullen we even hooinetje nog vullen voor de weg gaan? Vindt hij leuk? Vindt hij leuk? Het is 8:00 ochtends. Dat is de auto is op klik. Nou, ik heb hier nooit meer. Ik weet niet helemaal meer wat we gisteren hadden besproken in de vlog met jullie. Het is dus vroeg. We gaan nou Ruin ophalen. Ruin is verkocht. Ja. En die gaan we vandaag naar zijn nieuwe huis brengen. Lekker vroeg, want we moeten nog meer doen vandaag. Ja, want we hebben heel veel te doen vandaag. Dus we hadden gedacht, dat doen we gelijk. Gelijk vroeg. Ja, dan hebben we nog wat aan de dag. Precies. Nee, dan... Dus Sanne stond om 7:15 bij ons op de stoep. Dat is leuk. Ik kon net zo goed blijven ook. Ja, je had beter kunnen blijven slapen. In de tent opzetten weer. Ja, weer. Ja, ik heb je eens goed laten staan van die keer dat je beter kunt blijven slapen. Heb jij Ruin ooit ingeladen in de trailer? Ja, toen ik hem al ging halen. Dat ging goed. Toen ging die heel makkelijk. Maar ja. Maar ja, nu ben ik mee. Ja. Nee, we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ik hoor je netje voor hem erin hangen. Ja, dat is zo. Zo, de hooi is gevuld en geknoopt. Ja, zien jullie die dit? Zal de komende maanden niet omkomen van ons. Ruin, Dylan. Oh, knap. Hallo, brave beurt. Waar we heen moeten. Nou, we hebben dit proces. We lopen echt op de minuut op schema. Echt? Ga nu weg, snel. Ja. 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 Nee, we hebben eigenlijk niet gefilmd, want jouw trailer is een beetje lastig met die stang of zo. Ja, dus we hadden eigenlijk even geen hand over om de camera nog vast te houden. Want de stang moet je een beetje lastig opschuiven. Ja, maar het was niet heel spannend, want hij liep er gewoon in één keer in. En toen ging hij hooi eten. En nu zijn we aan het gillen voor aandacht. Ja. Dus, Iris zoekt even het adres op. Ja. Je hebt al de spullies, paspoortje. Ja, ik heb alles wat hij meekrijgt. En hoe ver moeten we rijden? Ik ga nog. Bam, 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 bam. Het is 40 minuten rijden, maar we zijn met een trailer, dus iets langer. Heel lang dus. Ja. Rijd naar het noorden op de Allemansveldweg richting het Lappenpad. Richting het Lappenpad. Het is
acht voor half. Ga strak op schema. Ja. En we hebben ruim afgeleverd. We hebben ook niet heel veel gefilmd daar, want ja, is nooit echt, ik weet niet, ik vind het altijd een beetje gek bij andere mensen. Ja, want ze staan aan huis, de ponies en Ruin. Dus het is niet zo netjes om daar dan te filmen. Maar Ruin is weg. Ruin heeft een heel leuk plekje gekregen bij mensen aan huis, waar hij dus gewoon alle aandacht krijgt. Waar nog 3 andere Shetlanders staan. En hij was best wel rustig. Ja, ik vond het ook wel heel, heel chill, een beetje rondkijken. En hij had zo'n stalletje waar hij dan 's nachts ook gewoon de hele dag door naar buiten kan lopen. Dus eigenlijk gewoon een soort mini paddock. Ja. Dus dat is ook fijn. En zij gaat gewoon recreatief met hem en misschien wel eens concoursjes doen. Lekker buitenritjes en zo. Dus dat. Ja, maar hij lijkt wel heel blij. Ja. We zijn thuis gearriveerd. Nou ja, Iris is thuis gearriveerd. Ik ben nog lang niet thuis. We gaan even. Het lijkt echt alsof ik heb gehuild. Ja, kind. We gaan even poepstreppen en dan gaan we even naar Rossik en de spulletjes ophalen. Want we zijn nu helemaal weg bij Rossik. Voor nu? Ja. Voor nu. Maar er staat niks meer. Nee, alles staat thuis. Dus we gaan even spulletjes ophalen, want anders liggen die spullen daar ook maar te verschimmelen. Nou, ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Blijf ons zeker volgen, want aan de hand van deze video komen er nog veel meer leuke dingen. Projectjes, dingetjes. Voor de toekomst. En we maken natuurlijk even een update over Fiesta binnenkort. Dus ja, dat. Als je nog vragen hebt of opmerkingen die positief zijn. Nee, grapje. Ja, alleen positief, ja. Weet ik niet. Laat even weten onder in de comments wat we de volgende keer moeten filmen. En geen link te abonneren. Duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg. Dag.